Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 hebben het hoogste opkomstcijfer van de afgelopen eeuw. Maar uiteindelijk wordt in 3 staten bepaald wie de nieuwe president wordt. Straks een gesprek met historicus Evert de Graaf. Maar eerst dit. Een docent van het Emmaus College in Rotterdam is bedreigd vanwege een spotprent die hij in zijn lokaal had opgehangen. We hebben contact met Ton van der Schans, voorzitter van de VGN, een vakorganisatie van geschiedenisdocenten en zelf geschiedenisdocent aan Driestar Educatief. Goedenavond, meneer van der Schans. Goedenavond, meneer Passekamp. Fijn dat u in de uitzending kunt komen. Om welke spotprent gaat het precies? Het gaat om de spotprent van Joep Bertrams. Charlie Hebdo is onsterfelijk. Mm. We zien de Iraanse geestelijke die kijkt voor een onthoofde figuur. Wat Charlie Hebdo moet voorstellen, maar toch nog leeft. Ja, deze bedreiging komt natuurlijk op een gevoelig moment. Nadat maandag op Nederlandse scholen is stilgestaan bij de Franse leraar Samuel Paty. Heeft u dat zelf ook gedaan? Dat ging helaas niet, omdat wij tentamens hadden de hele week op Driestar Educatief in Gouda. Ja, maar wat vindt u van het initiatief om dat te doen? Nou, staan wij als vereniging van harte achter. We hebben al heel snel een condoliansbericht via Twitter verspreid. Voor onze historisch Nederland, van ieder die mee wil lezen en mee wil kijken. Ja. Omdat wij behoorlijk geschokt waren door, het is een collega. Ja. Een collega. Ja, zeker. Wat vindt u van die actuele bedreiging op die school in Rotterdam? Zeer ernstig. Mm. Verontrustend. En in welke zin verontrustend? Nou, kom dichtbij. Even los van de realiteitswaarde van de bedreiging. Die kan ik niet inschatten, kan ik niet beoordelen. Maar het komt nu wel erg dichtbij. Ja, want docenten binnen uw vereniging, zijn die daar ook bang voor? Voor zulke reacties? Nou, ik weet niet of bang het goede woord is. Ik denk niet dat bang het goede woord is. Laat ik zo zeggen, ze zijn alert. Ze zijn zich bewust van de brisante situatie. En waarom zou het in Nederland, of zou er in Nederland niet iets kunnen gebeuren? Ja. We hebben hier ook Theo van Gogh gehad en dergelijke. Dus we moeten daar ons niet onaanraakbaar wanen. Nee, laat ik het dan zo vragen. Zijn er docenten die daardoor misschien in hun les iets niet meer doen wat ze vroeger wel deden? Nou, dat is een hele oude discussie die al sinds 2001 Pim Fortuyn en ook wel Theo van Gogh loopt in het geschiedenisonderwijs. Ja. Ik denk dat een groot aantal leraren een zekere voorzichtigheid en terughoudendheid in acht zal nemen. Maar fundamenteel op de langere termijn zie ik niet een echte fundamentele verandering. Dat niet. Nee. Want wat is uw advies als leraren daarmee te maken krijgen met bedreigingen? Nou, kijk, met bedreigingen, dat zou ik gewoon het protocol van de school inschakelen. Dat is een formeel antwoord. Maar laat ik even vooraf gaan. Kijk, van die bedreigingen ontstaan doordat er in de klas wat gebeurd is vaak. Ja. Of er is een uitlating gedaan, in dit geval zijn spotprenten laten zien en kijken. En ik denk dat het heel veel aandacht vraagt, een begeleiding vraagt, coaching vraagt, toerusting vraagt aan docenten om met deze situaties om te leren gaan. Want een gemiddelde docent is hiermee niet opgeleid. Nee, kent u met deze toch wel hele... Ja. Kent u andere situaties binnen uw vereniging of daarbuiten? Van docenten die daarmee te maken hebben? Jazeker. Er zijn bijvoorbeeld in 2015 na Charlie Hebdo zijn er toch wel een redelijk aantal scholen geweest waar die spotprenten toen opgehangen zijn. Ja. Waar grote conflicten uitgebroken zijn. Scholen hebben moeten ingrijpen en zich onsmakelijke tafereel hebben afgespeeld. En ook spanningsvolle situaties zijn ontstaan. Mm. Tot slot, die zijn er, inderdaad. Ja, tot slot, meneer Van der Schans. Binnen uw vereniging wordt hierover gesproken, neem ik aan. Wat, absoluut. Ja, wat zegt u dan tegen elkaar? Nou, wij zeggen tegen elkaar, in de eerste klas hebben wij op onze website een aantal lesbrieven geplaatst die context bieden om met deze toch wel hele moeilijke situaties om te gaan. Ja. Met name voor leraren op scholen waar veel leerlingen van niet-westerse afkomst zitten. En wij zeggen in het algemeen via de drietrapsraket van begin met deescaleren. Contextualiseer het met voorbeelden uit de geschiedenis, ja, zonder dat je dan gelijk met islam begint. In de tweede plaats, werk met leerlingen naar een gemeenschappelijk kennisniveau toe. En in de derde plaats, dan
komt het uit op de discussie, de dialoog, op de discussie over de botsende grondrechten. En dat debat moet je voeren in de context van Nederland en onze wetgeving. Uitstekend, dank voor uw toelichting. Tom van der Schans, voorzitter van de VGN. Aan tafel Evert de Graaf, historicus over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Want het is vandaag 3 november en in Amerika zijn verkiezingen geweest. Maar we weten tot op dit moment, we nemen dit 's middags op, nog steeds geen uitslag. Nee, dat klopt. En dat zal nog wel een tijdje duren ook. Is dat eerder voorgekomen in de geschiedenis? Het is met name in de recente geschiedenis voorgekomen in 2000. Toen er inderdaad een hele felle verkiezingsstrijd gaande was tussen Al Gore, democraat, en Bush junior. Ja. En ook in Florida speelde zich dat af. En toen had je nog het gedoe rond de stembiljetten die op een soort ponskaarten leken. Mm. En had je van die kartonnetjes die er of in zaten of nog half bij bungelden. En waren die stemmen nou wel of niet geldig? Ja. Dan zijn ze dagen tellen geweest en op een gegeven moment greep het Hoge Rechtshof in. En op dat moment stond Bush junior met 537 stemmen voor. En toen hebben ze beslist, hij wordt de nieuwe president. Ja. En toen hebben we te danken gehad aan de hele reële en mooie opstelling van Al Gore. Dat hij dit inderdaad geaccepteerd heeft en zich erbij neerlegde. En Bush inderdaad ook feliciteerde met zijn overwinning. Ja, we hebben dat nu zie Trump, ik Trump niet doen. Trump tegenover Biden, nek aan nek race. Maar Trump heeft vannacht al gezegd van ik heb gewonnen. Ja, echt eigenlijk heel bizar. En dat is nooit voorgekomen in de geschiedenis. Dat een president die nog tijdens het tellen al zich opwerpt als de winnaar van de verkiezing. Ja. Terwijl er nog miljoenen stemmen toen, op dat moment dat hij het zei, geteld moesten worden. Ja. Hij suggereert ook dat er met die poststemmen, die later binnenkomen en geteld moeten worden allemaal, dat daardoor fraude in de hand wordt gewerkt. Dat heeft hij vanaf het allereerste begin. Trouwens, misschien wel interessant om te vermelden dat hij in het verleden zelf regelmatig ook per post gestemd heeft, voorgaande jaren. Maar opeens in deze verkiezingsstrijd heeft hij het opgeworpen dat dat kan leiden tot fraude. Hij heeft boter op zo, zegt u. Ja, hij speculeert er gewoon op. En ook al zou hij gewonnen hebben, dat heeft hij ook nog gedaan toen met die 3 miljoen stemmen die Hillary Clinton meer had. En dat heeft hij ook nog aangevochten, dat hij dat nog uitgezocht wilde hebben. Hij heeft gewoon willens en wetens heeft die verwarring willen stichten door dit steeds maar te benadrukken. Het leidt tot fraude. Ja. Tegelijk kennen deze verkiezingen de grote opkomst een beetje ooit in de Verenigde Staten. Hoe verklaart u dat? Ik denk dat toch wel de partijen bezig geweest zijn, met name ook de democraten en ook mensen zelf die bewust zijn gaan stemmen die het anders nooit deden. Want we vergeten het, je moet in Amerika moet je 18 zijn om te gaan stemmen, ja. Maar je moet ook je laten registreren. En heel veel mensen die laten zich niet registreren. Die blijven gewoon thuis, die hebben niks met de politiek. Maar een aantal, met name ook de jongeren, die zijn benaderd, ook met name door de democraten, om toch zich te laten registreren en te gaan stemmen om eventueel te kunnen afstand nemen van Trump. Ja. Dus vandaar denk ik dat die groep ook sterk oververtegenwoordigd is nu bij de verkiezingen. En wat je ook wel hoort, dat anderen die nooit gingen stemmen, nu ook zich door deze hele bijzondere verkiezingen toch wel gedrongen zagen om zich te laten registreren en te gaan stemmen. Om toch mee te doen. Dat is hele spannende, om mee te doen, precies. Ja, zijn er meer van die groepen? Ik heb begrepen de Latino's stem, dat die erg belangrijk was in deze verkiezingen. Klopt. En de Latino's, bijna, dat is een soort onuitgesproken regel. Dat men zegt, de gekleurde mensen in Amerika, de zwarte bevolkingsgroep, ook de Latino's, Indianen, ook werd het vaak van gezegd dat die zouden kiezen voor de Democraten. Mm. Maar de Latino's, die zijn, die met name zijn gaan wonen in Florida, in het zuiden van Amerika, lekkere warme en goede temperaturen daar, die zijn bang gemaakt door Trump in de tijd van de voorverkiezingen van deze verkiezingstijd, dat Biden een regelrechte socialist, zo niet communist is. En heel veel van die mensen, miljoenen, die zijn juist in het verleden uitgeweken vanwege Fidel Castro op Cuba. Ja. Die zijn toen naar Florida toe gegaan. Venezolanen die hun buik meer dan vol hadden van Hugo Chavez en later ook die Maduro. Dat moesten ze echt niet hebben. Dat waren in hun ogen uitgesproken socialist-communisten. Mm. En ze dachten, dat moeten we in Amerika niet hebben. Dus die heeft die weten op te stoken. En die hebben inderdaad tegen verwachting in hoogstwaarschijnlijk toch wel gekozen voor Trump. Dus allemaal framing in feite, zegt framing, u. Van, hoe je mensen neerzet en richting bepaalt. En daar is Trump een meester in. Ja. Ja. Het komt eigenlijk neer op nog 3 swing states, zoals ze dat noemen in Amerika. Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Er zijn 50 staten, maar op die 3 komt het neer. Die 47 andere. Ja, je hebt
De kleur voor de Republikeinen is rood. Mm-hmm. En dan blauw is voor de Democraten. Ik heb heel veel naar CNN gekeken vannacht ook. En dan zie je echt de grote kaart van Amerika. Ja. En overwegend rode staten. Ja. Maar dat zijn staten die vaak heel dun bevolkt zijn. En het gaat niet om de popular vote, om het aantal stemmen wat je verovert. Over het land. Maar het gaat over het behalen van 270 kiesmannen van de 538. En bepaalde staten zijn altijd vast. Die kiezen altijd voor de Republikeinen. Anderen kiezen altijd voor de Democraten. En er zijn er een stuk of 10 staten. En 3 ervan, die heb je net genoemd. Dat zijn swing states. Die kunnen wel eens een keer de ene kant op gaan. Ja. En de andere kant op gaan. Flip states worden ze wel eens een keer genoemd. Battleground states. Daar kan waarom zijn die zo doorslaggevend? Want dat is bijna iedere keer zo. Ja, dat is bijna iedere keer. En met name ook 4 jaar terug was het ook zo. Ja. Toen Hillary Clinton dat gewoon veronachtzaamd had. Die dacht, nou, die rustbelt states, dat is dan het Middenwesten. Over country wordt dat genoemd. Die zijn altijd voor de Democraten. Die stemmen zonder meer op mij. Daar hoef ik niet eens naartoe te gaan. Maar die blanke arbeiders, die hebben zich door de Democraten in de steek gelaten gevoeld. En die hebben toen bewust gekozen voor Trump. Want hij zou de banen weer uit China terughalen, uit Mexico. Ook lang niet gebeurd natuurlijk, maar dat beloofde hij. En veel beloven, weinig geven doet de gek in vreugdeleven, zei mijn vader al vroeger bij de verkiezingen. Dat hebben ze inderdaad toch voetstoots aangenomen, dat hij daarvoor ging zorgen. Ja, maar toch gaat het nek aan nek. Nogmaals, deze opname doen we 's middags. Nek aan nek is het, en het scheelt maar een paar honderdduizend stemmen, op miljoenen. Klopt. Als je inderdaad die grafieken ziet op CNN, dat zijn inderdaad soms een paar duizend stemmen in bepaalde counties die dan ook een kiesman mogen leveren. Ja. Tegelijk zijn er ook stemmen weg. De Amerikaanse Post zegt dat ze 300.000 stemmen die per post uitgebracht zijn, dat ze die gewoon kwijt zijn. Ja, dit kon je verwachten. Trump heeft er echt op aangestuurd om de post te stemmen. Dat is mail-in voting, noemen ze dat. Absentee voting. Dat heeft hij willens en wetens verdacht willen maken. En hij heeft ook, misschien wel interessant om te vermelden, een bevriende zakenman, die heeft hij gemaakt tot directeur van United States Postal Service, Louis DeJoy. En die heeft hij gewoon de opdracht gegeven, er zijn echt al geschriften over, ik heb er een paar gelezen, van je gaat de boel eigenlijk frustreren, je gaat zorgen dat er een heleboel sorteermachines uit de roulatie worden genomen, dat dropboxen en brievenbussen weggehaald worden om het stemmen te bemoeilijken. Maar dan schetst u dus een beeld van kwaad opzet. Nou, ik vermoed dat echt, je kunt het niet hard maken, maar dit is wel eigenlijk de trend dat je dat ziet. En ook steeds heeft hij erop zitten te hameren van, die stemmen die raak kwijt. En nou, je ziet het hier gebeuren, 300.000. Ja. Maanden geleden werd er al, of een weken geleden werd er al beweerd dat er al stemmen in kanalen, rivieren gevonden waren, in vuilnisbakken terecht waren gekomen. Bewust om eigenlijk verdeeldheid en wantrouwen te zijn. Ja, maar moet zo'n land, zo'n machtig land, wat het is nog steeds, de Verenigde Staten, een wereldleider, zeg maar, moet hij dat willen? Dat dit het imago is? Nee, dat is met name onder Trump gebeurd, dat het imago van de Verenigde Staten toch wel beduidend is aangetast, denk ik ook. Vanwege het feit dat hij ruksiesloos allerlei internationale verdragen natuurlijk zonder skipt afzegt en zich alleen maar baseert op America First. Eigenlijk is het America Alone. Dat hij als een soort alleenheerser daar de zaken kan bepalen. En dat heeft Amerika veel aanzien gekost in de wereld. Ja, maar stel dat Biden wint vandaag of in de komende dagen, weken. Wordt dat dan anders? Ja, hij stelt zich op als Restore the Soul of America. Hij wil gewoon zorgen voor eenheid in plaats van verdeeldheid, waar met name ook Trump volgens Biden sterk mee bezig is. Maar of hij daartoe in staat is om verzoenend op te treden, is maar de vraag. Mm-hmm. Want in zijn eigen partij, hij is steeds meer naar links opgeschoven door Bernie Sanders in het begin met de verkiezingsrace voor het democratische presidentschap, waar met name Bernie Sanders en mevrouw Elizabeth Warren en ook Kamala Harris, dat waren de bekende tegenstanders van hem, die waren uitermate links. En in die partij leeft echt, met name ook onder de jeugd, een heel links gevoel. Ja. En hij is zelf redelijk behoudend. Dus aan de andere kant heb je ook weer een rechtervleugel die dat allemaal niet zo 1, 2, 3 wil. Daar zal hij nog veel mee te stellen krijgen, ook als hij de verkiezingen zal gaan winnen. Even terug naar de verkiezingsdag en nacht. De verwachtingen waren dat er misschien wel wat incidenten zouden zijn.
We hebben natuurlijk afgelopen weken rellen gezien in grote steden in Amerika. Ja, maar dat is uitgebleven. Met name denk ik aan die inval die er was in het Capitool in Michigan. Waar een aantal van die mensen die ook kwamen protesteren met wapens tegen Gretchen Whitmer. Waar Trump ook zo'n hekel aan heeft. Tegen de gouverneur van de staat. Ja, de gouverneur. Ja. Half Whitmer noemt hij. Dat is echt, als je het vrij vertaalt, half idioot, half gek. Die kwamen daar met wapens binnenzetten. En ze hadden plannen ook later om haar te ontvoeren. En voor de volksrechtbank te berechten. Het is nog niet zo ver gekomen, maar ik ben bang. En ik heb een paar vrienden in Amerika wonen die christen zijn. Die zijn er ook heel beducht voor. Er is nu weer een sfeer, eigenlijk te vergelijken met de toestand van na 1865 ook. Met de burgeroorlog, dat er een enorme verdeeldheid bestaat tussen de Amerikanen. Vroeger konden ze nog met elkaar praten, maar nu willen ze het gewoon niet meer. Nee. Ze begraven zich in hun eigen bubbel en willen geen contacten meer hebben. In families die zijn erdoor gespleten. Ja. Maar u noemt die christenen. Ik neem aan dat die ook bidden voor stabiliteit van hun land. Dat ze graag willen dat het één Amerika is. Klopt. Daar zullen ze voor bidden. Maar ook binnen de christenen heb je weer verdeeldheid. Je hebt de evangelicalen. En meestal de blanke evangelicalen die stemmen vrij massaal op Trump. Maar er is ook pas in het RD stond er een interessant artikel over. Ik meen meneer Piper. Die heeft gewaarschuwd. Die zegt, je kunt op deze Trump niet stemmen. Mm. Hij liegt, hij is onbetrouwbaar enzovoort. Dat is ook een zonde. En jullie hameren steeds op het feit dat hij tegen abortus is. Maar deze dingen moet je ook meetellen. Maar kun je dan wel op Biden stemmen? Want als je niet op Trump wil stemmen, er zijn maar twee keuzes. Ja, en je hebt ook nog een hele kleine christelijke partij, de Christian Party volgens mij. Nou, er stemt natuurlijk bijzonder weinig mensen op, omdat dat een kleine partij is. In Amerika, door het districtenstelsel, zijn er maar twee van ouds al grote partijen. De Republikeinen, de Grand Old Party, met als symbool de olifant. En dan de Democraten met als symbool de ezel. Die twee partijen maken de dienst uit. En het is ontzettend moeilijk. En ik weet van een heleboel christenen, die ik dan ken uit mijn familie. Er zitten ook nog een aantal familieleden in Amerika. Die zeggen, we weten dat hij geen christen is, maar we willen dan toch wel op Trump stemmen, omdat het doel heiligt de middelen. Ja. Hij bezig is met onze doelen te bereiken. Ja, mag ik u vragen, als u in Amerika zou wonen, wat u zelf gestemd had vandaag? Oh, dat is een wat-als vraag. Ik had ooit een keer de kans om in Amerika te wonen. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ik had het heel moeilijk gevonden. Mm. Ja. Want die keuze is eigenlijk onmogelijk, zeg maar. Ja. Dat je tussen twee moet kiezen die je niet wil. Ja, tussen twee kwalen eigenlijk. Ja. En aan de andere kant moet ik eerlijk zeggen, heeft een aantal dingen waargemaakt, Trump ook. En met name heeft hij natuurlijk gezorgd dat Israël, dat de hoofdstad Jeruzalem werd en dat de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem werd overgeplaatst. Hij heeft gezorgd net in dit jaar ook voor vrede met de Verenigde Arabische Emiraten, geloof ik. En ook met Bahrein en Soedan. Dus dat ziet er allemaal goed uit. En voor die dingen, vrijheid van onderwijs ook, dat ze ook christelijk onderwijs mogen geven in Amerika. Daar heeft hij zich voor hard gemaakt. Heeft hij willens en wezen gekozen voor de evangelicalen om verzekerd te zijn van hun steun. Ja, er zijn mensen die zeggen, ook in die evangelicale kring, je moet scheiden de persoon Trump en zijn daden, wat hij doet, zijn beleid. Precies. Ja, ja. En dan valt de weegschaal naar de beleidkant uit. Ja, klopt. Ja. Tot slot, meneer de Graaf, wat kunnen we verwachten de komende uren, dagen, maanden misschien wel? Maanden weet ik niet. Ik denk wel dat het weken gaat duren. Je krijgt natuurlijk in allereerste instantie mogen de stembiljetten in Wisconsin, of Pennsylvania, die mogen tot en met vrijdag nog geteld worden. Maar in Wisconsin en Michigan, elke staat heeft zijn eigen kieswet, waar de president niets over te vertellen heeft. En als ik het goed heb, heb ik ergens een keer gelezen dat die twee staten gezegd hebben, we tellen net zo lang alle stemmen tot ze geteld zijn. Dus dat kan weken duren. En ook met de rechtszaken. Maar 13 december, dat is ook een hele cruciale datum. Dan komen alle kiesmannen in de hoofdsteden van de 50 staten komen dan bijeen. En die moeten dan hun stem uitbrengen. Dan pas wordt de Amerikaanse president gekozen op 13 december. Ik meen dat ze zelf nog een beetje rek hebben. Toch ongeveer 20 december, 23 december las ik pas een keer in een artikel. Maar 13 december wordt bepaald wie de president is. En dan op 20 januari 2021 wordt hij geïnaugureerd. Ja. Maar tot 13 december kun je nog heel veel oponthoud verwachten. De nieuwe president wordt president van een onverenigd land? Van de Divided States of North America. De verdeelde staten van Noord-Amerika. We gaan het volgen. Dank voor uw toelichting. Evert de Graaf, historicus. Graag gedaan. Amerika-kenner. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag.